Het produceren van een overzicht van de thans lopende middelgrote en grote projecten van infrastructurele aard, de uitvoering van deze projecten bevorderen en verdere voortgang monitoren. Dit zijn onder meer de taken die de Presidentiële Commissie Projecten Management Team van president Chandrika Prasad Santokhi heeft meegekregen. De taak van dit team is om identificeren van alle grote projecten die afgelopen tijd geïnitieerd zijn, gegund zijn, uitgevoerd worden, niet uitgevoerd worden, gestopt zijn of stagneren, om die zo snel mogelijk in kaart te brengen en met goede aanbevelingen aan ons te presenteren met betrekking tot de status en hoe we met deze projecten als regering moeten omgaan, omdat we niet geconfronteerd willen worden met situaties die leiden naar kapitaalvernietiging, maar ook situaties die niet op een correcte wijze zijn gegaan of situaties waaraan er iets gunning is verleend, maar zaken niet uitgevoerd worden of niet goed uitgevoerd worden. We gaan weer namelijk als regering controle moeten krijgen over al deze grote projecten. Tweede is dat er hele grote projecten zijn en mooie projecten die in feite in het kader van bilaterale samenwerking met andere landen, maar ook multilaterale samenwerking met internationale organisaties, goedgekeurd zijn. Die uitgevoerd moeten worden of die in uitvoering zijn, en waarvan we niet weten wat de status is, maar van wel merken dat er sprake is van een stukje stagnatie. Dat die zaken zo snel mogelijk bekeken moeten worden. In nauwe samenspraak met de verschillende vakministeries en diplomatieke missies die hier zijn, om goed beeld te krijgen welke die grote projecten zijn. Want als we overeenkomsten hebben, dan moeten ze uitvoeren. We willen een paar grote projecten uitvoeren in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname. We kunnen niet alles tegelijk doen. Step by step. En de eerste drie projecten die geïdentificeerd zijn om ook onderworpen te worden aan een goede studie met dit team en met externe deskundigen, is namelijk een project in het district Nikeri, waarbij we de airport van Nikeri zodanig moeten rehabiliteren dat het gaat naar een internationaal standaard. In het oosten, daar zien we Europa. Vaak zien we Europa, vaak via Zanderij, Amsterdam, en dan zijn we in Europa. Nee, Europa ligt vlak hier. In Frans-Guyana. Als een deelgebied van Frankrijk, waar enorm veel mogelijkheden zijn voor onze ontwikkeling. En als we in staat zijn van Albina een moderne stad te maken, samen met de regering van Frankrijk, maar ook samen met de leiding, de prefect van Frans-Guyana, om een zodanige positionering van Albina te krijgen in het gebied dat we daar goede investeringen kunnen krijgen op het gebied van handel, op het gebied van handelvrije zone, op het gebied van ook investering in hotelwezen, onderwijs. Dan gaat het goed met de lokale gemeenschap, maar dan hebben we ook faciliteiten gecreëerd voor onze ondernemers, voor onze exporteurs, dat ze hun goederen kwijt kunnen richting Frankrijk via Frans-Guyana en omgekeerd. In het zuiden hebben we gezien wat een asfaltweg doet van Paramaribo naar Ashoni. Dat er zoveel bedrijvigheid komt, zoveel ontwikkeling komt, zoveel handel komt. Nog onvoldoende gemonitord door de overheid. En nu zeggen we tillen nu naar het niveau van de overheid, de centrale overheid. En we zeggen ja, laten we gebruik maken van die potentie. Die al op gang is gekomen op microniveau. En we tillen dat nu naar macroniveau om daar Ashoni als een tweede grote stad te positioneren. Met alle randvoorwaarden die erbij horen bij een moderne stad. Stedenbouwkundige ontwikkeling, zorg, onderwijs, veiligheid, huisvesting, etc. Dat al deze dingen goed in studie gebracht worden, in kaart gebracht worden. Zodat we enerzijds naast het feit dat we de crisis aan het beheersen zijn, de financiële crisis aan het beheersen zijn, waarvoor een tijdlijn is uitgetrokken van de urgentiefase, dat we zeker in de fase van stabilisatie en groeifase deze projecten kunnen initiëren.